Als je dit bedrijf ziet en zelf ervaart, zul je zien dat dit een bedrijf is met heel veel toekomst. Connecting the Flow is onze bedrijfsslogan, kan je heel letterlijk nemen, want we hebben transport via het water dat we gaan verbinden met transport over de weg en omgekeerd. Maar we zien het ook bijvoorbeeld in het verbinden van klanten, leveranciers en hoe wij zelf omgaan op de terminal. De terminal is de draaischijf eigenlijk van dat geheel. Vorig jaar ben ik als leermeester te werk gesteld hier, kraammachinist leermeester. Dus van hogerhand willen ze toch dat ik mijn ervaring doorgeef aan de jonge generatie, wat ook wel heel belangrijk is natuurlijk. Je hebt natuurlijk een gigantische verantwoording over het materiaal. Maar naar de klant toe proberen we dit zo snel mogelijk te doen. Dus een auto niet langer dan een kwartier, hooguit een kwartier op het terrein te laten staan. Dus een vlotte afhandeling. Collega's die zijn hier eigenlijk al jaren collega's. Eigenlijk best wel een vaste kern. En niet zo erg veel verlopen. Een keertje onderweg wil weten van hoe of wat, bel je elkaar op van hey, weet jij hoe dat zit daar bij die klant of wat dan ook. En dan weet je gelijk uit te leggen van nou daar en daar moet je zijn of neem die afslag, dat is makkelijker of zo. Dus ja, we kennen elkaar door en door. Dat wil wel zeggen dat het niet altijd even vriendelijk tegen elkaar gaat. Maar ja, dat is ook wel een beetje inherent aan transport. Kernwaarde binnen BCTN is ook de samenwerking in teamcultuur. Dus het is niet dat wij zo'n vast voorgeschreven patroon hebben van zo moet het altijd gebeuren. We laten ook ruimte over aan de mensen die daarmee bezig zijn dagelijks om hun input te geven aan het verbeteren van die processen die wij iedere dag moeten doen. En je kunt gewoon aankloppen en dan hebben ze al die tijd voor je. Als je met een idee aankomt of wat dan ook, en ze denken van hey, ik kan er iets mee doen, dan wordt er nog iets mee gedaan ook nog. Ons kantoor is zelfvoorzienend met zonnepanelen. Daarnaast kunnen we met de zonnepanelenenergie ook de koelcontainers voorzien van stroom. Verder zijn we bezig om elektrische barges te laten bouwen, zodat we ook daarin minder CO2 uitstoten. Ik ben sinds 2 jaar dan chauffeur van LZV. Dat is deze jongen hier. Ja, ik kan met deze auto hetzelfde doen als we normaal 2 auto's voor nodig zijn. Dus een stuk efficiënter. En dat is het mooiste werk wat we hebben, met het mooiste spul wat we hebben. Het is niet alleen transport, maar het is ook een duurzame manier van transport. Niet alleen CO2-uitstoot verminderen, maar we hebben nog een heel grote impact op mobiliteit. We hebben een hele grote impact op duurzaamheid in de brede zin van het woord. En dat is mooi om daar weer iedere dag aan te werken.